Gisteren bij RTL Z hadden we het over het programmeren en over het aantal vacatures wat eigenlijk bij de ICT is. Dat zijn er nu trouwens 181.000, niet 17.000 zoals we gisteren melden. Maar ik heb een aantal mensen geïnterviewd. Gisteren had ik uh, Microsoft over code -uur. Ik had de programmeursklop. Maar eentje die dicht bij mij zit is André Teunissen. Die uh, Mijn dochter uh, en, en zijn dochter zitten samen in de school. En hij heeft zeg maar, er zijn beroep van gemaakt om programmeren in de klas mogelijk te maken. Hoe heet jouw uh, bedrijf? De Digiwijzer heet mijn bedrijf. De Digiwijzer. Even laten zien. De Digiwijzer voor het juiste gebruik van ICT in het onderwijs en hij heeft dus een cursus gemaakt programmeren voor het maken van coole games. allemaal leuke filmpjes en hij heeft ook een workshop gemaakt. Dus je krijgt kinderen van 7 en 8 die krijgen 10 lessen. 8 of tien lessen van 75 minuten voor 12 kinderen, en dat wordt dus gewoon bij school. Uh, kun je dat gewoon inzetten? Dat kost dan 800 euro voor, um, voor zo'n workshop van acht lessen. André, allereerst, wat is je achtergrond? Um, ik heb 14 jaar in de ICT gewerkt. En nou, toen, wij, toen mijn kinderen op school gingen, gingen dan, uh, toen dacht ik van nou... Dit moet kijken, anders. Dit moet anders, want ja. ik, uh, ik zag de kinderen in, mijn, in de klas uh, zag ik met drie computers uh, stoeien. Op ja, daar kinderen. zitten wij en daar zitten wij. Nou, wij zitten bij de Steve Jobs school, ze hebben allemaal een iPad. Ja, precies. Maar de vorige school waar we zaten, zaten ze met dertig kinderen en een juf die op het digibord aan het kleuren was. Uh, toen dacht ik, dat kan anders. Toen ben ik met de directie gaan praten en toen dacht ik, wat is jullie visie op onderwijs? Nou, daar was dus een uitdaging. En zodoende ben ik eigenlijk mijn eigen bedrijf gestart, de DigiWijzer. En heb ik ook uh, een workshop uh, leren programmeren door het maken van coole uh, van games. Ja. Nou, dat is inderdaad, ik heb, het, ik heb hem bezig gezien. Hij heeft allerlei leuke video's, heeft die online staan uh, met Scratch, hè, dat de kinderen leren programmeren, dolhoven maken en uh, dat soort zaken. Wat zijn de tools die jij eigenlijk gebruikt uh, als je dat uh, een beetje ziet? Um, voornamelijk uh, gebruik ik Scratch. En, uh, en dat is voor de groepen 7 en 8. En kinderen beginnen eigenlijk vanaf niks. Um, en beginnen ze bij een simpel spelletje: een doolhof maken. En dan moeten ze een, een ridder, moet een prinses, uh, ridden. Of uh, een vogel die naar een boom moet vliegen. En uiteindelijk gaan ze uh, Flappy Bird nabouwen, of Fruit Ninja uh, nabouwen. Um, dat dus. En, en, en als, als topic zeg maar, als, als dat allemaal afgelopen is en het is gelukt. Dan gaan de kinderen uh, met de Makey Makey aan de slag en dat is een kastje. Ja, dat moet je even zien. Oké, okay, wat is dit? Uh, deze Makey Makey. Uh, makey Makey. Nou, daar kan je eigenlijk een controller mee maken uh, van alles wat geleidt. Dit zie je hier ook gebeuren. Uh, er, zit, er is klei op een papiertje geplakt en aangesloten op een kastje. En, uh, wow. Aangesloten op een, uh, op een computer en daarmee kunnen ze alles doen. Ze kunnen, kijk, zie je dat je ook een tekening maken. En de krokodillenklemmetjes maken ze dan vast. En dan reageert het. Dus alles wat geleidt, daar, daar, daar reageren de muis en, en andere dingen op. Dus, ja. zien hier bakken met water, <laughs> dance revolution. Ja, super cool. En, en die kinderen die zie je ook helemaal losgaan op hun creativiteit. En, en gaan handen klappen. En, en, en nou ja, dit, dit, dit soort dingen gebeuren dus ook. Ja, super leuk. Het om... ja, is gewoon een piano. Dit is een piano die eigenlijk gewoon op de trap zit. En dat is. En die neem jij mee naar dat uh, die neem jij mee naar die workshops, die, die, uh, die doosjes. Ja, die doosjes neem ik mee naar de, naar de workshops. Uh, en dat is een beetje de laatste workshop. Als ze al hun uh, programma's geprogrammeerd hebben, dan uh, kunnen ze deze controle maken. Uh, en dan kunnen ze Foto's met... van de kat worden genomen, echt geweldig. Ja. <laughs> en daar kunnen ze dan nu spelletjes mee spelen. En uh, nou Ja, ja dat, dat werkt wel. Ideaal. Oké, okay, en hier is, uh, hier, ge dit gebruik je Scratch. Dat Op. is door MIT gemaakt, beschikbaar gemaakt dat gebruik je. Ja, dat klopt. En daarmee gaan de kinderen leren programmeren. En dit zijn bijvoorbeeld de, de programmeerblokken die, uh, die hier zitten. En die kunnen kinderen naar het programmeervak slepen. Dat is eigenlijk een soort virtueel lego, lego wat je dan... Uh, wat je dan ja, kan. dat zijn allemaal stapjes. Naar links, naar rechts, naar boven, beneden, springen. En dan, dan gaan die karakters, die gaan dus allemaal gewoon dingen doen. Nou, dit is, mijn dochter doet dat dus ook van achter. Die is ook lekker bezig met Scratch en mijn, mijn zoon ook. En uh, dat is echt een hele makkelijke manier van programmeren. Wat uh, Microsoft zei, die heeft natuurlijk Minecraft gekocht. Dat je ook gewoon in codeuur. Kun je zeg maar, kunnen de boys vooral. Die kunnen gewoon lekker leren programmeren in uh, uh, code.org. En dan kunnen ze Minecraft uh, games uh, programmeren. Ja, daar, dat gebruik ik ook. Uh, op, en vooral op het moment dat als uh, kinderen even vastzitten in scratch. Um, krijgen ze hier echt specifieke opdrachten om een poppetje te verplaatsen naar de andere kant. Echt uh, bewegen vooruit met een aantal stappen, draaien linksom. Um, en je ziet, uh, zij zien dat meer als een spelletje. Maar uiteindelijk uh, zijn ze ook heel erg druk bezig met het rekenen en, en, en logisch nadenken. Heerlijk. Goed, André, jij geeft dus zo'n cursus en dan uh, kom je daar acht of tien keer en dan hebben we dus groep zeven en groep acht hebben dat dan geleerd. Maar hoe moeten scholen daarmee omgaan? Ze kunnen toch niet overal, zeg maar, externe leraar ervoor aanschaffen? Uh, nee, dat, kijk, het is het eerste jaar wat ik dat, dat ik dat doe en de praktijk zal het leren. Uh, de bedoeling is dat ik bij scholen langskom en dat de juf en meester ook met mij meekijken mm -hmm. en uh, dat ze uiteindelijk uh, de workshop de, de de lessen materiaal het lesmateriaal van mij krijgen mm -hmm. en er zelf mee aan de slag ja doen. dus teacher teacher en dan sommige leraren zullen daar geschikt voor zijn en anderen niet net zoals met muziek en Precies. zo ja ja, ja. oké okay, ben je uh, nou jij jij doet er dus zelf iets aan je maakt er ook zelf je beroep van ja van uh, hoe gaat het uh, met de uh, hoe gaat het met de opdrachten voor volgend jaar? Uh, tot de zomer uh, zit ik in het naschoolse stuk uh, eigenlijk volgeboekt. Uh, Daarmee beginnen scholen altijd. In naschoolse opvang en zo. En, uh, en, maar ook het re reguliere curriculum, daar begint het ook uh, te lopen? Ja, scholen zien nu echt wel van ja, zij moeten wat met, uh, met programmeren. En ze zien ook dat het belangrijk is. Maar ze merken ook van ja, uh, dat is een ding wat we zelf niet kunnen invullen. Dus uh, word ik nu ook gevraagd uh, ja, in de reguliere lessen. En dan geef ik les aan groep 7 en 8. Oké, okay, dus programmeren in het onderwijs is overal. De vaders zijn ermee bezig. Mensen gaan, gaan van reguliere ICT in het bedrijfsleven, gaan ze dus ook gewoon scholen helpen. En alle scholen, gewoon ga ermee aan het werken. André werkt ook als uh, vrijwilliger bij codeuren. Ja, ja. Ja, 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 eens in de week kom ik voor Codeuur uh, bij, bij de scholen langs en geef ik gratis een... Uh, ja, dus wil je als school kennis maken, codeuur.nl geloof ik of uh, .org? .nl, ja .nl, En dan kun je gewoon je school aanmelden. En dan komt uh, André of een van de andere duizend vrijwilligers komt langs om gewoon eens een keer een, een, een les te geven en laten zien hoe het nou eigenlijk werkt. En de, school, en de kinderen vinden het echt geweldig. Vinden het geweldig. Op het moment dat ze een poppetje kunnen laten bewegen op het beeldscherm, dan gaan ze helemaal los. En als kinderen plezier hebben in leren, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja. En dan uiteindelijk willen we dan gewoon dat ze C leren en artificial intelligence. En, maar dat moet in ieder geval het enthousiasme moet zo vroeg mogelijk worden aangeboord en gekeken welke kinderen ook de talenten voor hebben. Maar iedereen moet een beetje de basics daarvan horen. Oké, okay, dankjewel.